Na de Senegambia-brug wordt de rivier steeds smaller. De vegetatie langs de oevers verandert en we zien wat meer van het leven langs de rivier. Vlak voor Baboon Island steekt er een klein briesje op. We kunnen zeilen. We hopen chimpansees te spotten, maar we horen bij binnenkomst een heel ander geluid. We vroegen ons steeds al af hoe ze zouden klinken, maar nu we dit geluid horen weten we het meteen. Nijlpaarden. Heel langzaam glijden we er voorbij. Met hun ogen en oren net boven water houden ze ons vanaf een afstand nauwlettend in de gaten. Uren zitten we ingespannen te turen, maar de chimpansees laten zich niet zien. We gaan net voorbij Baboon Island voor anker en zien daar wel andere aapjes zich opmaken voor de nacht. Er wordt druk gevochten om de beste plek. We zien opnieuw een nijlpaard en als het donker wordt, blijkt dat we nog steeds niet alleen zijn. Jezus, wat zijn we aan het doen? We zijn op safari. In de nacht. We liggen voor anker. En we zijn omsingeld door nijlpaarden. Die maken echt angstaanjagende geluiden. Dus dit is wel interessant. De volgende dag varen we naar het eindpunt van onze riviersafari, Janjan Boeré of ook wel Georgetown. Ineens zijn we weer even in de bewoonde wereld. Ik doe met 3 Delftse studenten een kookworkshop bij een familie thuis, in de compound. En 's avonds neemt Booba ons mee naar een bruiloft. Na 2 nachten besluiten we terug te gaan. Dit keer blijven we 2 nachtjes bij Baboon Island liggen. En dat wordt beloond. Die takken erachter zitten.
Dit keer zijn we niet alleen, maar cirkelen tal van toeristenbootjes om ons heen. Het is wel duidelijk waarom. Het is het tijdstip waarop de chimpansees gevoerd worden en dus is de kans dat je ze ziet veel groter. Het enige dier dat we dan nog niet hebben gezien is de krokodil. Ze moeten er zitten. Om die reden durven we niet te zwemmen en behelpen we ons dus met putsen water om af te koelen. En dan ineens toch nog. Hij is alleen wel zo snel weg dat we er alleen een foto van konden maken. Nu kunnen we echt terug. We zeilen! Ja, nu echt. En nu gaan we nog maar 5 knopen. Ja. Dat is prima. Op een van de laatste dagen ruilen we de boot in voor de auto. We pikken Nadja op, die net aangekomen is vanuit Nederland, en rijden met haar door naar de grote vismarkt bij het dorp Tanji. En dan is het tijd om Gambia te verlaten. Bye bye, Banjul!